Het is een schitterende evocatie van iets wat eigenlijk alleen maar zich in België en een stuk in Noord-Frankrijk heeft afgespeeld, die Eerste Wereldoorlog. En wat mij verwondert is dat het zoveel wakker maakt bij de mensen. Je gaat naar een bibliotheek en de boeken komen boven. Je gaat naar een boekhandel, je breekt bijna je benen. En hier heb je die prachtige evocatie die historisch dat kadreert. Het gaat naar het hart en eigenlijk zou iedereen het moeten zien. Weg van de functie, hoe heeft u het ervaren? Ik heb het ervaren als één meeslepend, historisch goed gekadreerd en met een ongelooflijke menselijke beleving. Uiteindelijk zoiets in Vlaanderen ja, ten berde brengen met een geschiedenis die toch een ja, zware domper heeft gedrukt in onze geschiedenis, is dit toch wel bijzonder, hè? Ja, en Winston Churchill sprak er ook ooit over, dit is de meest nutteloze oorlog die er ooit is geweest. En eigenlijk zijn de laatste overlevers van die oorlog, die zijn gestorven. Maar iedereen heeft een oom, een grootoom, een grootvader, een familielid die op een of andere manier het wezen als burger, het wezen als militair daarbij betrokken is. En dat maakt het eigenlijk, het behoort tot ons, zou kunnen zeggen, ons DNA. Die Eerste Wereldoorlog is deel van onze gemeenschappelijke geschiedenis.